Voor de komende jaren is het grote aandachtspunt in de zorg. Hoe voorkomen wij de doorgaande stijging van de zorgkosten? We zien vergrijzing en sterke technologische ontwikkeling. Zorgvraag groeit snel en dat leidt tot zeer exponentieel stijgende zorgkosten in een periode van economische crisis. En de raming is dat wanneer wij niets veranderen aan wat er nu gebeurt, dat dan in 2040 mensen al 40% van hun inkomen aan zorg moeten besteden. Dat is niet duurzaam, dat houden we niet vol. Dus de komende jaren zal op de agenda alleen maar staan kostenbeheersing. Plannenmakers denken daarom aan het concentreren van zeer gespecialiseerde zorg in enkele centra en het verschuiven van de overige zorg tussen topcentra, topklinische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en huisartsen. En daar zullen wij als algemeen ziekenhuis in Capelle aan de IJssel aan mee moeten werken. Ja, de fundamentele vraag die de overheid moet beantwoorden is of zij zelf de regie in handen wil houden bij deze herverkaveling of die een uit handen wil geven aan de zorgverzekeraars. Nu is het zo dat de beleidsdruk in de gezondheidszorg veel te hoog is. Deze wijzigingen zijn majeur, vergen tijd en stabiliteit en dan is het niet handig als we elk half jaar weer een rapport over ons heen krijgen. Zorgverzekeraars zouden zich echt de komende jaren moeten richten op partnerships met ziekenhuizen om de meerjarige investeringen te onderbouwen. Daar worden overigens grote stappen in gezet. Ook het IJsland Ziekenhuis is daar druk mee bezig met de belangrijkste zorgverzekeraar. En wij denken dat dat een belangrijke ontwikkeling is. Allereerst is onze ambitie de komende jaren dat kostenbeheersing niet mag leiden tot inboeten op kwaliteit. Wij vinden de kwaliteit voor onze patiënten echt het uitgangspunt waarop we het ziekenhuis willen baseren. Die kwaliteit moet hoog blijven. En om dat te bereiken zullen we ook een stukje ondernemerschap moeten tonen, omdat het anders niet zal lukken. We hebben globaal drie lijnen. Wij willen voor de bovengemiddelde zorg onze focus houden op maag-darm-levergeneeskunde, waar wij nu al meer dan 2,5 keer het normale verzorgingsgebied van het ziekenhuis voor bedienen. Voor de reguliere zorg willen we tot afspraken komen met alle partners in de keten. Huisartsen, andere ziekenhuizen, verzorgingsverpleeghuizen, thuiszorg, maar ook met gespecialiseerde klinieken. Om tot een goede inbedding van het ziekenhuis in de regio te komen. En tenslotte wat meer technisch. Voor de back-offices en ondersteunende diensten denken wij dat wij vooral efficiëntie als uitgangspunt moeten hanteren. Om die efficiëntietaakstelling ook te realiseren in de komende jaren. Primair is de taak van een ziekenhuis medisch-specialistische zorg te verlenen. En in het huidige complexe zorglandschap is dat ook echt het hoofdaandachtspunt van de bestuurder. Tegelijkertijd is een ziekenhuis een intensief gebruiker van technologie. Ook dat vergt gespecialiseerde permanente aandacht om die kwaliteit te bewaken. Sluimerend kan technologische kwaliteit achteruit gaan. Daar kun je te laat achterkomen met grote gevolgen voor de zorg van de patiënt. Maar ook voor de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid in de organisatie. Daarom is dat wel een groot aandachtspunt voor ons. Hoe verdeel je de aandacht van de bestuurder over al deze velden? En wij hebben eigenlijk toch het gevoel dat dat niet onze core competence is. En wij zoeken daarom partners die dat wel tot hun eerste expertise rekenen. Om ons te helpen zaken als energiebeheer, installatietechnologie, ICT voor hun rekening te nemen. IMTEG hebben wij gekozen als onze partner voor installatietechnologie en energiebeheer. En waarom IMTEG? Wel, de eerste reden daarvoor is dat zij dat werk ook al doen in het buitenland, in ziekenhuizen. En de tweede voorwaarde is dat je goed met IMTEG kan samenwerken. Wij werken nu een half jaar met hen, komen forse vraagstukken tegen op weg naar dit outsourcingstraject. En bij hen treffen wij dezelfde ondernemersmentaliteit aan die wij willen. Problemen oplossen, de blik gericht hebben op het doel waar wij naartoe willen. De drive om daar ook te komen. Die houding is er bij het IJsland Ziekenhuis ook. En dat schept eigenlijk de basis voor de samenwerking. En daar hebben wij veel vertrouwen in.